Goedemorgen allemaal, welkom weer bij een gloednieuwe dag en een gloednieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag 5 november 2024. En zoals jullie zien zit ik in de auto hier en hey, ik heb eens een keertje geen gordel om. Ik weet het, I know, het is fout. Maar ik ga even nu even dit even inleveren, mijn urine bij de huisarts. Want gisteren heb ik mijn vitamine B12 prik gehad. Hey, ik ben weer ready. Om het zo maar te zeggen. Maar dat ga ik nu eerst doen. Het is koud in de auto, kan ik je vertellen. En ik zie nog 2 keer, 3 keer helemaal niks. In mijn spiegels. Opa. Zo. Roos nog even thuis. En bij de honden. Helemaal goud. Zo, en dan ga ik zo. En dan ga ik heel veel hobbels tegemoet. Ja. Ga ik heel veel hobbels tegemoet. Hoppa, ta. En dan ga ik zo meteen klimmen naar boven. Ook dat. Dat zeg ik. Dan ga ik zo meteen klimmen naar boven. Hoppa, nog een hobbel. Kijk. Hoppa. Ja, joh, kan gewoon. Maar dat maakt allemaal niet uit. Even afremmen. Want ik heb een drempel en ik heb geen voorrang. Zeker niet. Hoppa, hoppa. En dan in 1 keer naar boven. Hoppa. Ja. Ik weet, ik heb geen gordel om. Ik weet. Hoppa. Want dan gaat hij lopen etteren van, ja, maar je hebt geen gordel om. Nee, dat weet ik. In dit kleine rotstukje. Om dit eventjes naar de huisarts te brengen. Ja, kan gewoon, jongens. Ja. Even kijken voor een mooi plekje. Plekje. Ja, die heb ik hier. Heel mooi. Ja, jongens. Scheid toch uit, man. Ja, joh. Hop. Ja, ik weet het. Hou lekker je mond. Nou, jongens, jullie zien mij zo meteen. Zo, ben de huisarts geweest, mijn urine ingeleverd. Ik heb een papiertje in mot te vullen. Ik heb nou gewoon ook een niet ingevulde papiertje bij me. Ja, ook een handige, altijd handig. Ja. En dan gaan we even een kwartiertje rijden. Want ik moet dat ophalen. En voor die kleine. Voor die baby in mijn buik. Even kijken. Die auto gaat die kant op. Ik zie geen ene donderstraal hier. Jij eventjes open. En jij wat strakker pleuren. Hoppa. Mijn beglubbandje. Even wat strakker pleuren. Nou, ik kan nog wel even lekker voor jou langs. Hoppa. Kan gewoon. En jij wil oversteken. Dus gaat uw gang, meneer. Ik hoorde uw stem, maar ik zag even niks. Ook dat kan gebeuren. Die zon die schijnt zo in mijn mik, jongens. Zo, mooi. Ach ja, kan gebeuren, joh. Als je maar stopt. Ja, maar ik zag echt even helemaal niks meer. Maar er kwam dus iemand aan met een hond. Ja, oh, wauw. Nou ja, kan gebeuren. Dus, nee, dat zeg ik. Het is 16 minuten rijkwartiertje. Dus dat gaan we even lekker doen. Dat ga ik nu even lekker doen. Muziekje aan, want ik heb dit nummer. Nee, ik had dit nummer. Dit is zo'n lekker nummer. Dit is zo'n lekker nummer, jongens. Besides, once and twice, I was stupid for a while. But away by you, and I was it for. Nou, die ga ik dus nog even helemaal lekker afluisteren. En dan check ik jullie straks en jullie mij weer straks. Ja, ik jullie. Alleen ik zie jullie niet, maar jullie mij wel op het scherm. Dus dat. Dus tot straks. Daar zijn we dan weer. Het is alweer een aantal x uurtjes later. Ik heb ook even met Ro eventjes het een en ander gedaan in de babykamer / kinderkamer. Dat is eerst een babykamer, daarna wordt dat de kinderkamer. Dus hè, als het ouder is. Dus voor de meeste moedermafia's, hè. Voor ik die over me heen ga krijgen. Gewoon, het is een kinderkamer. Punt. Of het nou een baby is of een... Het is mijn, het is ons kind. Dus het is de kinderkamer. Punt. Babykamer, kinderkamer. Als wij per ongeluk
kinderkamer zeggen. Maak jullie het gewoon in jullie hoofd lekker. Babykamer.nl. Zo simpel is dat. Dat dus. Maar nee, daar zijn we eventjes even achter de schermen veel mee bezig geweest. Het is nu bijna 2:30. Ik heb om 3:00 een afspraak. Dus ik ben veel te vroeg bij mijn afspraak. Maar hey, dat maakt niet uit. Geef niet. Dus het is nu, ongeveer denk ik iets van. Nog niet eens met 10 minuten rijden. Dus gaat lekker. Ja. Dus, maar dat maakt niet uit. Joh, weet je. Zoek het uit. Ik vind het allemaal prima. Ik vind het allemaal best. Alleen ik zit achter een vrachtwagen die en die zijn kenteken niet eens meer schoon heeft. Ja. Echt een schande. Dus je zou eigenlijk gewoon eigenlijk het bedrijf op willen bellen. 01 of een 01-42-HJ. Ja, ja. Pauw en Pauw Dodewaard. Ja. Zou je bijna gaan bellen. Ja. Even schoonmaken die handel. Ik zie de kenteken niet meer. Hij kan gewoon zo wat door en door rood rijden. En hij krijgt geen bekeuring. Ah. Ach ja. Maar dat is niet mijn pakje. Dat is het pakje van de overheidsinstanties die allemaal op de weg rijden. Dus ik vind het helemaal prima. Dus ja, hè, dat dus. Nee, ik vind het, we gaan nu eigenlijk de plan bespreken. Dus voor mijn therapie. Of ik daar tegen op zie, een hele goeie, dat weet ik eigenlijk niet. Ik ga er gewoon weer blanco in. Net zoals met de kennismaking. Ik ga er gewoon blanco in. Ik vind het helemaal prima. Ik vind het helemaal best. Morgen is gewoon lekker vrij. Ik wil ook weer lekker knallen morgen. In de baby/kinderkamer. Dus lekker veel te doen. In huis ook nog even lekker knallen. Dus ja. Het wordt wel weer een mooi paleisje. Zeker te weten. En ik heb last van de zon. Eigenlijk moet de Seat eigenlijk ook een zonnescherm gaan maken. Die je dus uit kan schuiven. Ja, uit kan schuiven. Die hebben ze niet. Nee, is een beetje irritant. De Seat, als je dit ziet. Even zo'n zonnescherm maken. Ja, bestellen. Dat is wel zo handig. Vind ik wel zo handig, zeg maar. Jij gaat er aan de kant. Goed zo. Dag, wijfie. Dus ja, dus nee, dat zeg ik. Ik ga nu die kant op en dan horen jullie het straks over mij. Lekker. Dus ja, en ik ben heel moe. Ja. Nog steeds, ja. Jullie weten nog steeds niet hoe ver ik ben. Maar, ja. Maar ik kan wel zeggen, ik ben al een hele lange tijd moe. Ik heb het ook al met de huisarts besproken. Wat jullie al weten, ik heb gisteren mijn vitamine B12 prik gehad. Even een vrachtwagen voorlaten. Oh, helemaal goed. Daar zijn ze altijd weer blij mee. Dus nee, maar dat zeg ik. Ik heb gisteren mijn vitamine B12 prik gehad. Heb ik je net ook al verteld. Dat heb ik jullie net al verteld. Vanochtend heb ik dat al verteld. Dus dus ja, en dan heb ik dat dus ook gisteren tegen de doktersassistent gezegd dat ik gewoon heel moe ben. Maar ja, of het komt door de overgang van zomertijd naar wintertijd. Maar heb ik nooit zo last van. Maar ik ben echt gewoon, ik slaap gewoon mega veel. En dat kan, ja, iemand anders beamen. Die mijn vlogs ook kijkt. Ja. Heb ik een tijdje mee samen gewoond. Nou ja, samen. En gelogeerd. Zal ik het zo zeggen. Hoppa. Zo, hoppa. Zo, ja joh. Ken je gewoon? Ja, goed zo. Niemand. Ja, check. Dank u. Dus ja, dat zeg ik. We gaan het zien. We gaan het merken. En ik heb nu al zin in de 24e van deze maand. Nu al. Maar dat gaan jullie allemaal zien. Echt. Gaan jullie allemaal zien. Maar ik heb er nu al zin in. Nee. Ja. En ik heb ook nog een reden waarom ik het niet zeg hoeveel weken of hoeveel maanden ik ben. Maar dat krijgen jullie allemaal nog wel te horen. Maar nu nog niet. Nee. Dus ik ga nu weer even de vlogcamera even afsluiten.
En dan checken jullie mij straks wel weer. Goedenavond allemaal. Ja, daar ben ik dan weer. Het is een hele lange tijd geleden. Want eerst was het vanochtend en toen vanmiddag. En vies dacht ik, ik weet het niet eens meer, maar oké. Maakt even niet uit. Ja, ik moet jullie nog heel voorbij gaan praten. Maar oké, ik loop dus nu even buiten. Lekker even met de hondjes. Ik heb Ro ook aan de telefoon. Waar rij jij nu dan? Niet, ik sta stil. Waar? Bij de lampjes naar links. Oh, je bent dan hier al in de buurt? Bijna. Bijna. Oké. Okay. En bij de land. En bij de land zeker dan? Nee, nog niet. We hebben een lange weg te gaan. Oké. Dat zal. Maar oké, ze zijn niet lekker bezig geweest zoals jullie kunnen zien. Aardig wat van de boom af hier. Heel veel takken, bol zit. Dus, ach ja, maakt niet uit. Ik ga nu even lekker lopen. Ro lekker aan de telefoon. En dan, ja.
Moet ik even kijken wat ik nog ga filmen. Maar vergeet ik het zometeen om nog wat dingen te filmen. Dan kom ik er morgen zeker op terug. Want morgen gaan Ro en ik ook weer een hele hoop doen. Ook in huis. Dus dat wordt ook weer een leuke vlog. Nou, nog even lekker aan het lopen met de dames. Ro nog lekker aan de telefoon. Lekker plasje doen, wijfie. Goed zo. Kom maar. Ga mee. Ja. Hij schat. Hi. Lovely loopt daar voorop. Lady hier. Jullie horen Roderick lopen. Ik ben bijna op de hoogte van mevrouw Van der Branden. Mevrouw Lucifer. Hi, meisje. Hi, wijfie. Huh? Het is nu nog hier. Geen idee. U nog geen idee. Hi, wijfie. Lovely, kijk eens. Hi, kom eens hier. Hi, wijfie. Goed zo, wijfie. Hi, puppy. Lekkere. En daar komt Lady weer aan. Yay. Ja. Feeling nuts met nootjes. En wie hier iemand liggen? Schrik. Wat zie jij eruit? Wat heb je al gedaan? Je nuts. Uh-huh. Crazy nuts. Uh-huh. Je mag niet spreken. Dat is lekker rustig. Uh-huh. Ga vaker mijn maskertje geven. Uh-huh. Ja, eindelijk eens een keertje stil. Uh-huh. Niet de hele tijd dat gekwek op een vlog. Uh-huh. Dat is leuk. Uh-huh. Dus. Maar dus een maskertje. Met almond oil, dus amandelolie. Hydraterend. Vegan, ja, vegetarisch. Dat is alles tegenwoordig, dus. Hydrating sheet mask, maar dat smeer dus op je gezicht. En dat schijnt lekker te zijn. Dan kan je eraf pellen als het weer droog en hard is. Nou ja. Kan. Dit is in de schone masker, dat haal je er zo af. Ja, als het droog is, kan je het eraf pellen. Denk ik. Dan zit het grote vlakken zit het op je gezicht gesmeerd. Voor mij moet je het meer egaal uitsmeren, maar dat maakt niet uit. Net of je onder het slijm zit. Hard geniest zeker. Maar goed, dus dat. Daar lig ik dan. In bed, heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dank jullie wel voor het kijken. En graag tot morgen bij een gloednieuwe vlog. Ciao.